Ik praat erover door met Willem II-kenner en sportverslaggever Peter de Bekker. Hij zegt, ik laat me niet wegsturen, het is wat complexer. Hij is wel opgestapt, is dat slim? Ja, kijk, hij wil het negatieve sentiment rond de club doorbreken. Dat snap ik. Aan de andere kant, Willem II is een degradatiestrijd. Dus je kan wel zeggen, de hoofdtrainer is nu weg, maar de crisis rond de club zal nog wel even aanhouden, zolang je niet verlost bent van die degradatiestrijd. Ja, Reinier Robbermond, de assistenttrainer, die moet het nu gaan doen. Een lastige wedstrijd gaat er ook aankomen. Wat denk je, komt er een Robbermond effect? Ja, dat is lastig te zeggen. Hij krijgt nu één wedstrijd in ieder geval, de kans tegen PSV zaterdag. Ja, dat is natuurlijk niet makkelijk. En zeker niet om in één wedstrijd een totaal ander Willem II te laten zien. Ja, het is de vraag hoe lang hij de tijd krijgt om de boel op de rit te krijgen. Ja, het is een tijdelijke oplossing, hè, Robbermond? Lijkt het inderdaad op. Willem II heeft nog niet aangegeven wat te gaan doen. Of dat ze na de wedstrijd bekijken van, goh, we houden vertrouwen in Robbermond. Maar Robbermond, één jaar is hij de coach geweest van FC Os in de Jupiler League. Mm-hmm. En nu net een paar maanden assistent bij Willem II. Misschien te vroeg, ja. Dat lijkt te vroeg, zeker omdat je als club behoorlijk in crisis zit. Je hebt Peter Hyballa, de trainer van NEC. Ik wou zeggen, gonst het al? Gaat er al iets rond? Ja, dat is een naam die wordt genoemd. En Hyballa is wel iemand die karakter erin kan brengen. Een behoorlijk fanatieke coach, fanatieke Duitser. Maar ja, moet je dan weer alles om gaan gooien, Frank van der Struik, clubicoon van Willem II, zegt nee, moet je niet doen. Laat nou zoveel zoals het is. Je staat 5 punten voor op de ploegen die echt een degradatiestrijd zijn. Het meeste heb je nu aan rust. Kies iemand uit de club. Niet te veel veranderen. We gaan het zien komende zaterdag. Dankjewel, Peter de Bekker.